Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? Cause I was tired. Or did I get tired? Cause I slept too much. Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag gaan we wel echt naar Disney, als het deze keer niet tegen zit. Zoals jullie in een andere vlog konden zien, ging ik naar Disney, maar dat ging niet door. Het was vol, we konden niet meer naar binnen, toen zijn we in Universal geweest. Nu gaan we wel echt naar Disney. Ik heb er super veel zin in, dus ik neem jullie vandaag weer mee. We zijn dus nu in het park. Nou, eigenlijk nog niet, want we moeten dus met een trein, zoals je hier ziet, moeten dus naar het park vroeg gebracht worden. Super raar, want moet je je auto en alles neerzetten en dan moet je ook nog eens echt een uur wachten om met de trein naar het park toe te mogen. Maar ja, dat gaan we dus nu doen. Duurt lang. Oké, never mind. Het is echt 5 minuten wachten, dus dat is wel minder erg. We zijn nu in het park en ik heb ook gelijk die oortjes gekocht. Omdat ik daar een foto sowieso moet mee maken. En we gaan ook naar het grote kasteel om daar een foto te maken. Want dat wil ik echt super graag. Het is Bloedje en Bloedje heet hier zo. En ja. Ik heb dus net een foto gemaakt met Mickey Mouse, zou ik zeggen. Met knabbelbal. En nu gaan we naar het kasteel daarachter. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Gaan we daarheen en wil ik daar even foto's maken. En daarna gaan we echt het pretpark in. Die groene beest, ik weet niet of jullie het kunnen zien, van dat. Het is zo'n live show. Ik zal proberen om iets te filmen, ja? Nou, we zijn net in geweest. Ik mocht helaas niet filmen, maar het was wel super grappig. Nu gaan we in de bus Lightyear attractie. Daar hebben we een Fastlane voor, dus we moeten even wachten of we erin mogen. Ja. En verder gaan we rondjes lopen. Moet even kijken, ik heb wel hele leuke foto's gemaakt. Ik kan niet zoveel laten zien, maar ik sta op mijn moeders telefoon. Die ga ik jullie zo laten zien, ja? Het wordt nu wat donkerder en het hele kasteel wordt ook belicht. Het is zo mooi. Het is echt niet normaal. Nou, zoals jullie kunnen zien is het nu al donker geworden. We zijn net in een... Ik ga even bij het licht staan. We hebben net in een attractie geweest. In een... ik hou de achtbaan, ik weet niet hoe die heet. En die ja, viel echt tegen. In Parijs is die veel leuk, gaat die veel sneller. Iets met een mountain ding. En hier viel die best wel tegen. En nu gaan we weer even verder om te kijken. Er zitten allemaal mensen aan te kijken. Haha. We hebben wel net gegeten patatjes. Want alles zit hier vol gereserveerd en zo. Dus we hebben net gewoon patat op. En ik loop steeds met deze achterlijke oortjes op mijn hoofd. Ik ga jullie zo nog de foto's laten zien. Als ik ze vergeten laat zien, volg me Insta, Joanne Keizer. Nou, we lopen nu richting het kasteel, want er komt daar dus een vuurwerkshow. Maar we moeten doorlopen, want het is best wel een stukje lopen. En het begint over 5 minuten, minder zelfs. Dus we moeten rennen. Kijk, daar is het kasteel en het is zo mooi belicht. Niet doen gewoon.
In ieder geval, we gaan nu snel weer naar attracties. Anders staat echt weer 2 uur rij. Want echt iedereen is hier nu. Dus we gaan snel naar attracties. Kunnen jullie zien hoe mooi het kasteel verlicht is? Het is echt gewoon bizar mooi. Kijk. Het is echt niet normaal. Zo mooi. Oké, we gaan nu nog even naar het kart toe, want we hebben mijn zusje in. Laten we even naar het kasteel kijken, jongens. Oh my god. In ieder geval, we gaan even naar het kart toe, want het is al 9 uur. En de dag sloop je echt. Ik heb echt pijn in mijn rug en pijn in mijn voeten, want ik heb die grote, lompe Balenciaga's aan. Ik denk dat je het kunnen zien. In ieder geval, dan gaan we even heen en dan gaan we naar huis. In de winkeltjes aan het kijken en zo. En we zijn nu eigenlijk terug naar de uitgang. Want we zijn allemaal super moe. En ja, er wel een beetje klaar mee. Ik ben wel echt heel erg moe. Ook van gisteren, omdat het super lang gisteren was. Dus we lopen naar de uitgang toe. Dan moeten we weer met de trein terug naar het parkeer. Naar de parkeerplekken. En dan gaan we eindelijk naar huis. Nou, we komen net uit de trein. We lopen nu naar het parkeerplekplaats toe om naar de auto te gaan. Deze sluit ook de vlog af. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog, laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie bij een volgende vlog of video.